Dat deed je niet met een ladder, maar dat moest je doen terwijl je allemaal meubels op ging stapelen. En dat stond zo wankel. Ik was echt heel bang. Als ik bij Checkpoint ben gekomen, is eigenlijk niet een heel spannend verhaal. Ik heb gewoon auditie gedaan. En toen zat ik erbij. En toen zat ik in seizoen 1. Tot en met seizoen 8. Toen wonnen we de Gouden Stuiver en toen was het klaar. Dieptepunten, ik heb ze niet echt gehad. Ik heb een keer een hele koude sloot gelegen toen het buiten ook veel te koud was. Maar wat ik echt jammer vond, was de jongens-meisjes-test stuntman-stuntvrouw tegen Ghislaine. Ja. Marco. Nico. Hallo, Marco. Goedemorgen. Marco. Vandaag gaan we eens kijken wie de beste stuntman of misschien wel stuntvrouw is. Wow. Tijd voor de eerste test. Bij deze test vallen ze om de beurt ruggelings in deze dozen, ook wel de catcher genoemd. Daarbij is het belangrijk dat ze precies op het checkpoint logo terechtkomen. Ze klimmen de ladder op, kiezen een trede uit en worden daarna met ladderen aan de achter geduwd. Het inschatten van de juiste hoogte, afstand en valsnelheid is hierbij van belang om zo precies uit te komen op het logo. We moesten op een ladder naar beneden vallen, dat was zo eng. Ik had echt trillende benen, viel ik naar achteren. Oh, jongens, toch? Zie ik nou trillende benen? Ja, die zie je. Ja, ik stond daar boven en ik zat wel even... Ja, dacht echt dat ik... toch wel eng. Oké, Dico, ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. 3, 2, 1, go! Woehoe! Precies goed, toch? Gewoon op de marker. Ja, ik hoef niks te meten, want dan zit er gewoon echt middel. Maar de test die ik uiteindelijk verloor, op een paar slagen na, was een zwaardgevecht. We moesten een zwaardgevecht net zoals in een film doen. Ghislaine en Dico moeten 20 slagen uit hun hoofd leren die ze straks afzonderlijk van elkaar in een vechtscène in één keer moeten opvoeren. Ze krijgen 5 minuten de tijd om de slagen te oefenen. En elke hapering of slag die ze vergeten is een strafpunt. Vooraf moest je het gaan oefenen en op een gegeven moment zei ze oké, nu gaan we het doen. En degene die de meeste fouten maakt, die verliest deze test. En je had bijvoorbeeld afgesproken dat hij van boven naar beneden sloeg, dan moest jij hem tegenhouden. Maar als jij ineens zo stond, ja, dan klopte je choreografie niet. Ja, zo. Ah, hadden we die al. Ik dacht dat ik nog één keer omhoog moest. Ja, en ik maakte net 1-2 fouten meer, waardoor Ghislaine in de mond. Mijn allerengste test. Nou, in de vorige loods, een andere loods dan die ze nu hebben, was het plafond heel hoog. En ik ging tegen Meerte klusjesman, klusjesvrouw doen. Wie is de beste klusjesman, klusjesvrouw? Even een gaatje in de muur boren. Even een deurtje afhangen. Een verstopte afvoer fixen. 9 van de 10 keer zijn er thuis de mannen die dat soort klussen doen. Ik bedoel, je hebt niet voor niets het woord klusjesmannen en niet klusjesvrouwen. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Misschien kunnen vrouwen het wel heel erg goed, maar denken ze gewoon, laat die mannen het maar doen. Kortom, wie zijn nou echt de beste klusjesmannen? De jongens of de meiden? En we moesten een lichtje vervangen van 5-6 meter hoog. Kijk, daarboven hangt de lamp. Ja. Prachtige lamp. Ja. Maar deze lamp hangt net iets te hoog voor onze degelijke keukentrap. 8 meter hoog om precies te zijn. Vandaar dus de onveilige situatie. Iedereen heeft vast wel eens een lamp proberen te verwisselen met het stapelen van een paar meubelstukken. Absoluut niet verstandig natuurlijk, maar daarom gaan wij het nou juist wel doen. We willen gewoon weten wie daar nu de beste in zijn. Dus. De spullen die hier staan mag je gebruiken om een soort toren te maken om bij die lamp te komen. Oh. Ja. Had je dat nog niet door? Nee? Oké. Okay. Ja, goed, degene die dat het snelste doet, die is blijkbaar het beste okay. Met dit klusje. Dat deed je niet met een ladder, maar dat moest je doen terwijl je allemaal meubels op ging stapelen. En dat stond zo wankel. Dat is correct. Ik was echt heel bang. Blijf stilstaan.
En doe je dit, dan gaat heel die toren zo. En doe je dat, en dan gaat heel die toren zo. Nou, daar gaan we. Oh, je zit vast. En nu nog omhoog. Ja. Tico, jongen, wat goed. Oh, boy. Ja, dat wiebelt maar en dat wiebelt maar. En jij moet ondertussen niet naar je voeten kijken, maar naar een lampje. En dan sta je op een stel krukjes en plankjes 4-5 meter hoog. Ja, dat... Eng. Tijd is gestopt. Nou, dit was een heftige opdracht, hè? Ja. Dico, jij maakte een toren om de lamp te verwisselen. Jij deed het in een tijd van 25 minuten en 43 seconden. Mitty, jij deed er ook lang over. Ja, weet ik. Maar iets korter. 18 minuten 55. Oh ja! Yeah. De uiteindelijke test, klusjesman, klusjesvrouw. Volgens mij heb ik hem gewonnen. Maar dat is alweer zo lang geleden. Want het waren natuurlijk drie testen. We moesten een riool maken, we moesten een lampje vervangen. En we moesten boren. Volgens mij heb ik hem misschien net, maar ik heb hem wel gewonnen, dacht ik.